In deze film ga ik laten zien hoe je van overvloeien als ook een laagmasker kunt maken. En je weet, overvloeien als is een heel mooi gereedschap als je een lucht wil vervangen. Deze stralend witte lucht is eigenlijk gewoon zo in één keer weg en kan ik hem bijvoorbeeld vervangen met deze blauwe lucht. En laat ik om te beginnen eerst deze blauwe lucht eens in mijn woestijnfoto slepen. Dat doe ik heel eenvoudig. Ik klik op het laag-icoontje, sleep hem naar de woestijnfoto en laat hem daar bovenop vallen. Nou, met dat verplaatsgereedschap kun je hem nog gewoon wat mooi uitlijnen. En nu is het zaak dat mijn woestijn daarboven komt. Dat doe je heel eenvoudig door de laag er gewoon boven te slepen. En je zult merken als jouw laag achtergrond heet en er staat zo'n klein slotje bij, dat dat eigenlijk gewoon niet gaat. Die laag is vergrendeld. En die haal je heel makkelijk van de vergrendeling af door gewoon op het slotje te klikken. En dan slinger je hem er in één keer boven. Met overvloeien als laat ik dus gewoon deze witte achtergrond verdwijnen. En hoe bereik je dat? Nou, je kunt er met rechts op klikken en dan kun je kiezen voor opties voor overvloeien. Past hier net eigenlijk niet in beeld. Of je dubbelklikt gewoon op een leeg stuk van de laag. En dan krijg je het laagstijlenmenu ook voor je neus. En wat je moet hebben bij overvloeien als, dat is meestal grijs. Zeker in het geval van veel wit wat je wil laten verdwijnen. Maar eventueel kun je bij grijs ook nog kiezen voor bijvoorbeeld blauw als je echt een strak blauwe lucht erachter hebt. Maar in dit geval is grijs voldoende. En wat wil ik doen? Ik wil het wit of het grijs van deze laag, van de woestijnlaag, laten verdwijnen. Dus de bovenste slider, dat is de slider waar ik mee aan de slag moet. En ik moet gewoon het witte gedeelte naar links trekken. Net zolang totdat het eigenlijk gewoon allemaal netjes is opgelost. Is dit netjes? Nee, nog niet helemaal. Want het randje waar de woestijn overgaat in de lucht, dat is eigenlijk gewoon nog niet zo mooi. Als ik de ctrl ingedrukt hou, kan ik een klein beetje zoomen. En je ziet eigenlijk een beetje wat ik bedoel als ik flink inzoom. Ik kan dat verloop tussen waar het wit verdwijnt en waar het allemaal wel zichtbaar moet zijn in de woestijn, kan ik een beetje spreiden door de alt ingedrukt te houden en deze twee pijltjes uit elkaar te trekken. En je ziet, mijn rand wordt een heel stuk zachter. En ik klik gewoon op OK. Zoom ik weer uit, zie je dat ik ook een ander probleem heb. Er zit kennelijk ook gewoon een bepaalde lichtwaarde in het zand, waardoor mijn achtergrond ook zichtbaar wordt. Maak ik me op zich nog niet zo heel druk over. Ik kan gewoon terug naar het laagstijlenmenu. Ik dubbelklik deze keer op een leeg gedeelte in de laag. En je ziet gewoon, ik krijg alles weer terug met dezelfde instellingen. En ik maak mijn gradatie gewoon ietsjes minder. Ik zet hem niet helemaal terug. En ik klik op OK. Nou, die stukken woestijn die nou nog lucht laten zien, dat geeft niet. Dat haal ik dadelijk gewoon met een borstel weg. Hoe ga ik dit nou omzetten tot een laagmasker? Als ik nu de laag lucht uitzet, dan zie je dat er gewoon transparante pixels achter zitten. En hier kan ik iets mee. Normaal gesproken zou je wanneer je de ctrl ingedrukt houdt en op de laagafbeelding klikken, dan zou je de inhoud van de laag selecteren. Maar in dit geval, ik heb ook geen pixels zichtbaar in deze laag. Maar toch zie je aan de stippellijntjes eromheen dat hij de hele laag selecteert. Dus dat is niet de bedoeling. Ik maak even de selectie ongedaan. En ik ga dus een nieuwe laag aanmaken waar die lege pixels dus gewoon echt niet bestaan. Om te beginnen dupliceer ik mijn laag met ctrl-j. En ik ga een nieuwe laag aanmaken met ctrl-shift-n. Die hoef ik geen naam te geven en die sleep ik tussen de twee lagen in. Nou, nu heb je dus gewoon een lege laag en een laag waarop de witte pixels niet zichtbaar zijn. En als ik die twee ga verenigen, je kunt gewoon in dit geval laag 0 kopiëren selecteren. En als je dan op ctrl-e drukt, dan verenigt die je met de onderste laag. Nu heb ik dus een nieuwe laag met daarin eigenlijk alleen het woestijnzand zichtbaar. En hier kan ik, als ik de ctrl ingedrukt hou en nu op de laag klik, wel gewoon in één keer een selectie van maken. En dat is het mooie, die selectie die hebben we nodig voor het maken van het laagmasker. Ik hef het nog even op en ik zet even deze laag uit en de laag met mijn woestijn er gewoon bij aan. En ik dubbelklik op die lege laag en ik haal even mijn overvloeien als opties weg. En nu moet je even goed opletten. Als ik dus de ctrl ingedrukt hou en ik klik op het laag-icoontje van de laag daarboven, waar we dus een woestijn hadden, maar zonder lucht, dan zie je dat ik een selectie maak. En met deze selectie kan ik nu een masker maken door gewoon op het laagmasker-icoontje te klikken. En je ziet, er komt een masker bij en mijn witte lucht verdwijnt gewoon. Zet ik daaronder de blauwe lucht aan, dan zie je wat er gebeurt. Nou, dit masker is dus gewoon nog niet helemaal perfect. Geen probleem, als ik de Alt ingedrukt hou en op het masker klik, dan zie ik dus het masker alleen. En heel eenvoudig, met een witte kwast kan ik gewoon in dat masker een aanpassing maken en kan ik dus gewoon de dingen weghalen. Je kunt gewoon inzoomen en je kunt bijvoorbeeld ook een wat hardere kwast selecteren. En daarmee gewoon netjes langs de randen gaan. En op die manier maak je dus gewoon met overvloeien als in een handomdraai een laag masker van wat je zag. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!